Een heel belangrijke inkomstenbron voor Israël is het zogenaamde relietoerisme. Tienduizenden Amerikanen per jaar laten zich onderdompelen in de Jordaan door een moderne Johannes de Doper. Je krijgt wel een slokje water binnen, hè, zag ik. Kun je het water hier drinken, denk je? Oh, ik denk het niet, Harry. Ik heb naar die voeten van die mensen gekeken, die waren niet echt schoon. Dan zal ik wel weer diarree krijgen, hè? Ja, waarom laat je je dan ook dopen? Wat is het nut? Omdat ik de dingen vergelijk, Henk. Welke dingen? Ik vergelijk de toeristische attracties van het ene land met Nederland. Dat is een ware onderzoek. Ja, juist. Het buitenland ten opzichte van Nederland. En? Nou, dan constateer ik dat wij een enorme voorsprong hebben. Oh ja? Ja, met de Efteling. Ja. Met Ponypark Slagharen. Dat is beter. Die hebben de kurkentrekkers, die hebben veel meer afwisseling. Oh. Toeristisch gezien veel en veel beter. Nederland wint met vlag en wimpel. Nou, dat mag je wel zeggen. Nou, jij blij. Dus de dopen, dat is niet veel. Nee, dat is niet veel. Nee. Ik denk dat je daar alleen diarree van krijgt.